links en rechts op het Binnenhof. Burgers aan de macht. In Nederland worden minister-president niet gekozen door middel van verkiezingen. In Nederland kennen we een indirecte democratie, wat wil zeggen dat wij de volksvertegenwoordiging kiezen. We stemmen dus op politici en kiezen dus niet zoals bijvoorbeeld in Amerika gelijk onze minister-president. Meer invloed. Burgers kunnen bijvoorbeeld meer invloed krijgen op de politiek door een referendum, waar dan weer over gestemd moet worden. En de burgers kunnen dan stemmen in zo'n referendum over maatschappelijke problemen, zoals bijvoorbeeld een Europese grondwet, of dat er bijvoorbeeld een nieuwe kerncentrale moet komen, ja of nee. Van vrij blijheid komt rotzooi. Links en rechts denken heel verschillend over waarden en normen. Zo vindt links vrijlaten veel belangrijker op het gebied van waarden en normen, en rechts vindt juist regels belangrijker als het gaat om waarden en normen. Als we dan kijken naar verschillende problemen, zoals abortus, dan wil links dat mensen dit zelf mogen weten en is rechts juist eerder geneigd om abortus te verbieden. Het homohuwelijk, zelfde redenatie. Links vindt dat het moet kunnen, rechts heeft er wat meer problemen mee. Hogere straffen is dan weer echt iets voor rechts. Zij willen graag dat criminaliteit hard gestraft wordt. En als je naar een maatschappelijk vraagstuk kijkt zoals euthanasie, dan vindt links dat mensen dit zelf mogen beslissen en rechts dat het aan strenge regels gebonden moet zijn. Geen geld, eigen schuld, dikke bult. Ook op het gebied van sociale ongelijkheid denken links en rechts heel verschillend. De politiek verdeelt het geld in Nederland. Als rechts dat geld mag uitgeven, dan geven ze dat liever uit aan dingen waardoor het verschil tussen rijk en arm niet kleiner wordt. Ze vinden het helemaal niet erg dat het verschil tussen rijk en arm is. Als jij veel werkt en je verdient veel, dan mag je daar ook van genieten. En ze zullen veel vrijheid voor bedrijven houden, zodat bedrijven veel geld kunnen verdienen. Links is juist weer geneigd om dat geld eerlijk te verdelen. En zal bijvoorbeeld sneller meer geld voor een goede gezondheidszorg beschikbaar stellen. Als je dan kijkt naar wat links en rechts willen, kun je zeggen dat ze erg verschillend denken over de verdeling van macht in Nederland.